Hallo Vlosjoek, mijn naam is Nancy Peter van ikbeduur.nl en ik neem je graag weer mee in mijn beduuravonturen. Ik ben de laatste tijd heel veel bezig geweest met verschillende projecten en ik heb dus ook heel veel leuks om jullie te laten zien. En daarnaast heb ik nog wat nieuwigheidjes en handige tips voor je. Nou, ik ga eerst beginnen met de werkjes die ik af heb. Als eerste heb ik de Year of Mux van september af. Back to school natuurlijk, allemaal in september. Hier zijn de scholen inmiddels weer begonnen. En ik heb ook heel goed nieuws over deze Year of Mux serie. Want ik heb met de designer gesproken, Marcia van Cross Stitch Wonders. En ik mag deze Year of Mux series gaan verkopen. En je kan ze nu al orderen, pre-orderen op de website. Ik ga ze deze week bestellen. En dan hebben we deze hele leuke serie ook voor jou. Ik vind ze zelf geweldig. Deze vind ik persoonlijk ietsjes minder. Waarschijnlijk omdat ik geen kinderen heb en dus helemaal niet terug naar school hoef. Of iets dergelijks. Maar het is toch heel erg. Zo ben ik weer. Ik kreeg me toch een heerlijke enorme kriebel in mijn keel. Ik moest heel even hoesten en wat drinken. Maar ik ben er weer. En ik ga je nog andere dingen laten zien die ik heb afgemaakt deze maand. Het thema was natuurlijk Bee Honey Maand. In augustus. Dus ik heb twee werkjes in het bijenthema af. Dit is Kind Words van Primrose Cottage Stitches. I like honey sweet to the soul. Dus superleuk. Ik heb weer een leuk bijenstofje afgewerkt. En ik heb hem tot een kussentje gemaakt. Ik heb hier een pompom randje om. Van Lady Dot Create. En deze pompom dingetjes en andere afwerkingen, die ga ik binnenkort allemaal op de website zetten, zodat je die ook kan bestellen. Maar deze serie van Primrose Cottage Stitches vind ik gewoon super leuk. Ik had natuurlijk al één kussentje gemaakt en deze heb ik dus ook weer als een kussentje afgewerkt. En stofje heb ik er gewoon aan vastgenaaid en gevuld met kussenvulling. En dit randje die heb ik er vervolgens opgelijmd. Dus ja, ik vind hem echt super sweet. Ik vind het gewoon een hele leuke serie. En een ander kussentje is ook dus van Primrose Cottage Stitches. Summer Wishes en Bumblebee Kisses. En die heb ik dus ook weer afgewerkt tot een kussentje. Ook weer met zo'n trimrandje. Ook van Lady Dot Creates. En ook weer bij passende bijenstofjes. En dan hierachter nog een leuke bijpassende kleur. En ook deze, die heb ik er ook weer voor gekozen om deze keer op vast te plakken. Maar je kan natuurlijk ook eraan vast naaien, net wat je zelf wil. Ik heb daar bij het naaien niet aan gedacht, dus ik had hem al eigenlijk als kussentje. Ik denk, nou, plak ze er nog op. En wat grappig is, op deze stof staat ook honey, even kijken. Kind words are like honey sweet to the soul. Dus die vond ik dan wel weer leuk hierbij passen. Dus ja. Ik zeg ook weer geslaagd. En dat was afgelopen weekend. Dat was mijn zusje hier. En toen zijn we samen gaan beduren. En ik zeg, nou, ik moet deze ook nog eens een keer maken. Is mijn eigen ontworpen patroon. Miss Cross Stitch. En die krijg je ook gratis bij een bestelling. En die heb ik ook weer afgewerkt tot een kussentje. Ook weer met zo'n pompomrandje in paars. Stofje erbij, ook in roze en een paarse randje. Nou, deze patroon krijg je nog tot de voorraad op is. Krijg je die gratis bij je bestelling. En het leuke hiervan is dat je deze ook zelf kan aanpassen natuurlijk. Draag je nooit blauw, dan maak je er gewoon een roze jurkje van of zwart. Ook de haarkleur kan je gewoon aanpassen. De ogen kan je aanpassen. En als extraatje heb ik hier nog mijn naam en het jaartal en ikbeduur.nl erop gezet. En deze stof is een roze stof, die was wit. Die heb ik zelf geverfd met Dylon handwasverf. En dan krijg je gewoon een mooi gemêleerd effect. Dus ja, die is ook weer leuk geworden, al zeg ik het zelf. Nou, verder heb ik nog een aantal wips waar ik aan heb gewerkt voor mijn Wipco-bord.
moest ik natuurlijk een deel van Snow Village maken. En dat is ook weer gelukt. We hebben weer één deel af. Even uitvouwen. Kijk. Dit pepermunthuisje, die heb ik erbij gemaakt. Dus hij is wel heel mooi. Ik heb hem dus op die stippelstof van Zwijgaard gemaakt. Die heet Petit Point en Gray. Die kan je gewoon bestellen op de website. Ik heb hem volgens mij momenteel niet op voorraad. Maar je kan je e-mailadres achterlaten. En dan krijg je vanzelf een melding zodra die binnen is. Ja, ik vind hem wel heel leuk geworden. Dus dit was voor mijn Wipco bord. Nou, wil je nou weten wat Wipco bord is? Dan kan je ook hieronder een linkje vinden. En dan lees je daar alles over. En ik had op mijn Wipco bord van dit jaar had ik dus 5 delen Snow Village staan. Nou, ik heb nu dus inderdaad 5 delen af. Dus dat betekent ook dat deze dus dit jaar niet meer voor gaat komen. Maar tot er dan nog andere dingen op mijn Wipco bord staat. Maar ik vind het wel heel fijn werken. Zo heb ik toch een doel iedere maand. Wat ik die maand ga doen. En dan wordt dit grote werkje ook eens afgemaakt. Dus ik ga dat zeker weer volgend jaar ook doen. Daarnaast stond op mijn Wipco bord Frosty Forest. Ik ga het zien. Kijk, dus Frosty Forest. Daar mocht ik ook weer een deel van maken. Kijk, en deze bestaat uit 9 delen. En daar heb ik de hertjes gedaan. Dus daar heb ik nu 4 delen van af. Dat betekent dus ook dat die dit jaar nog 1 keer voor gaat komen. Want ik had eigenlijk alles in 5 delen gedaan. Maar ook deze is gewoon heel, superleuk. Al zeg ik het zelf. Dus, en deze stof is een Confederate Grey linnen op 28 count. En ook dat vind ik gewoon echt super, super tot nu toe. Dus deze gaat nog 1 keer voorkomen dit jaar. Wat de Wipco bordnummers zijn voor komende maand, dat weet ik nog niet. Die worden op de 25ste van de maand bekendgemaakt. En zodra ik die weet, kan je die ook vinden op mijn Instagram stories. En ook in onze Facebookgroep van Ik Beduur. Nou, verder heb ik ook weer eens de kleurenrollen bijgepakt. Ik weet niet of je me nog kan herinneren. Deze stond een aantal jaren geleden in het beduurblad. Ik ga hem heel even clipjes eraf halen. Kan ik hem helemaal laten zien. En het werd wel weer eens tijd om deze erbij te pakken. Kijk, eens de kleurenrol. Deze heb ik op de achterkant gebeduurd. En dat heeft te maken met de afwerking. Hoe die straks eruit komt te zien. En dan ben ik nog in het eerste deel bezig. Dat is roze en rood. En ik dacht, als ik nou gewoon iedere dag 1 bobbing doe. Dus het wordt eigenlijk gewoon echt een kleurenkaart van DMC. Dus alle kleuren ga ik hier van DMC opbeduren. En dit is dus roze en rood tinten. En ik heb deze week heb ik dus deze, dit rijtje al gedaan. En deze letters die had ik er nog niet op. Dus die heb ik ook afgemaakt. Zo goed kan zien. En ik dacht, nou doe ik hem gewoon iedere dag 1 bobbin. Daar ben ik ongeveer een half uur mee bezig. En dan komt deze ook nog eens af. Want ja, roze en rood. Maar ja, dan krijgen we nog alle andere tinten. En ik heb hier echt een hele lange lap stof. Dus het wordt een heel groot project. En ja, als ik dus alle kleuren van DMC wil gaan doen, dan ben ik dus meer dan 500 dagen bezig. Daar gaan we eens aan beginnen. Om het toch weer eens erbij te pakken. Ik had gisteren al gezegd, ik ga niet meer iedere dag hier een foto van plaatsen op in mijn stories of op Facebook. Omdat, iedere dag dan zie je gewoon maar 1 bobbin. Dus dat schiet niet echt op. Dus ik dacht, ik doe hem gewoon voortaan op zondag posten. En dan, dan zie je in ieder geval weer 7 bobbins erbij. Dus dan ga ik me wel echt proberen te doen om gewoon iedere dag 1 bobbin te maken.
Nou, we zitten dus nog steeds in het Be Honey thema. Dus ik ga nog de komende tijd werken aan verschillende honingthema's of bijenthema's. En ik was gisteren hier al eentje begonnen. Dit is een beetje mintgroenige stof. Ik weet niet of ik het goed kan zien. Hier zo, een beetje tegen het licht. Zo ziet het er heel wit uit, maar het is echt een mintgroene. En dat is dit patroon van Stitching with the Housewives. Dit is gewoon een patroon van Etsy, uit een Etsy shop. Omdat deze kan ik niet als papieren variant kopen. Dus moet ik echt een PDF-je doen. En die heb ik dus gewoon voor mezelf uitgeprint. Hello honey. En dat heb ik een kleine start gemaakt gisteren. En dan wil ik ook nog kijken of ik deze afkrijg deze maand. Dat is Honey, I'm Home. En ik heb ook nog twee leuke borden van Paisley's en Polkadots. Niet dit huisje, maar wel twee andere. Een beehive heb ik en nog iets anders. In volgens mij een honingpot. En ik dacht, daar ga ik deze dan opmaken. En dan wil ik nog kijken wat ik nog de andere tijden van het jaar kan, of de maand kan doen. Ik had nog deze liggen in het bijenthema van Hands On Design. En daar moet ik nog heel even stof voor bij uitzoeken. Ik weet niet of ik hem op zwart ga doen of een beetje meer in een grijze tint. En ik heb hier alle garen er al zo erbij zitten. Dus ik moet alleen hier de stof nog voor uitzoeken. Of ik denk namelijk niet dat ik ze allebei gedaan krijg. Ik ga ook nog deze wil ik maken. Be My Honey. Het is een patroon van It's So Emma. En deze krijg ik morgen ook binnen. En dan kan je deze ook vinden op de website. En die wil ik gaan beduren op deze stof van Fabric Flair. En daar zit een beetje zo'n honingraadpatroon in. Dus dat vond ik er wel leuk bij passen. Ik had hem al omgestikt zoals je kan zien. Maar ja, ik weet niet of die van It's So Emma en Hands On Design of me dat allebei gaat lukken deze maand. Maar ik ga in ieder geval kijken hoe ver dat ik ga komen. Nou, komende maand is het natuurlijk Sunflower September. En dan wil ik wat zonnebloemwerkjes gaan maken. Ik heb nog hier deze Biscor nu liggen. In een zonnebloemthema, zoals je hierboven ziet. Als je nou lid was van de DMC Floss Club, dan heb je dit patroon al eens een keer gehad. Ik denk ergens vorig jaar. En die had ik ook al een tijdje klaar liggen om aan te beginnen. En ja, wil ik in ieder geval volgende maand deze gaan maken. En iets anders wat ik wilde gaan maken is deze. Homegrown. Dus eigenlijk wel home. Met een zonnebloem als O. Dit is een patroon van It's So Emma. En die wilde ik gaan maken op deze stof. Oh. Was al open. Het is ook weer een stof van Fabric Flair. Kijk. Een whitewash board. Ik kan hem zo houden. Of ik kan hem zo gaan doen. Moet nog heel even gaan bekijken hoe ik die ga maken. Maar dat zijn in ieder geval mijn Sunflower September werkjes. Wat ik volgende maand wil gaan doen. Nou, verder had ik er nog een aantal dingen bijgepakt die in ieder geval voor de herfst op de planning staan. Ik heb hier twee werkjes liggen. A Fall is in the Air. Dat is ook weer een patroon van It's So Emma. En ik heb daar deze stof bij. Dat is Platinum van Zweigart. Ik vind hem gewoon super cute met dat vosje. Fall is in the Air. Dat is echt een herfst werkje. Ik weet niet of ik daar volgende maand al toe kom. Maar die gaat in ieder geval in de herfst geborduurd worden. En ik had een andere van It's So Emma. Dat is deze. Fall Harvest. En je beduurt eigenlijk die picknickmand en het kleedje. En die achtergrond, dat is eigenlijk gewoon een Fabric Flair stofje. Ik zal hem eens even laten zien. Kijk. Dus dit is een stofje van Fabric Flair. Kijk, moet ik hem zo gaan houden. En dan zie je dat eigenlijk die tekst daar gewoon opgeprint is. Want kijk, de achterkant is gewoon wit. En die wordt dan hier op de
voorkant is het geprint. En dan ga ik die dus inderdaad hier beneden beginnen. En dan is het gewoon hartstikke leuk voor de afwerking. Dus die staan in ieder geval voor de herfst op de planning. En wat ik ook nog leuk ga doen is, ga ik niet gelijk mee beginnen. Want ik ga namelijk eerst mijn year of mux afmaken. We hebben natuurlijk, moet ik nog oktober en november. En oktober is misschien wel een van de leukste van die hele serie. Al zeg ik het zelf, ja, is voor iedereen verschillend natuurlijk. Maar ik vind die wel super heel erg leuk in Halloween thema. Dus die ga ik zeker nog komende maand maken. Maar ja, dan is mijn, daarna is mijn Year of Mux af. En dan moet ik natuurlijk wel iets nieuws hebben. En ik had deze serie gezien van Hard in Hand. En dit is Square Dance. En er zijn vier verschillende patronen met de maanden van het jaar. Dus die gaan eigenlijk per kwartaal. Het eerste kwartaal. En dan hebben we het tweede kwartaal. Derde kwartaal. En het laatste kwartaal. En het leuke aan die hard in hand patroontjes is dat er ook knoopjes in zitten. Ik ga heel even kijken waar ik hem makkelijk kan laten zien. Het is lastig te doen. Even zo doen. Kijk, daar zitten die knoopjes ingeplakt. Die dan dus in jouw in je beduurwerkje kan verwerken. Dus ja, dat is wel super leuk. Dus dit worden eigenlijk hele kleintjes. Ik heb uitgegaan op 32 count vintage country mokken maken. En die worden ongeveer 6 bij 6 centimeter. En dan heb ik beneden zo'n houten kalender staan. Waarbij je de maand op staat. En die blokken die je iedere keer, iedere dag verwisselt. En dan plak ik deze daarbij. Dus dan ziet het er ook weer leuk uit dan alleen maar die blokken hout wat je omdraait. Dus die staan ook nog voor het najaar op de planning. Nou, verder is de nieuwe Secret Stitch Along van Vervaco uit. En ik heb heel lang zitten twijfelen of ik daar aan mee zou gaan doen. Maar het is van Vervaco en het thema is kerst. En ik vind de pakketten van Vervaco vind ik gewoon echt super leuk. Dus ik ben toch weer overstag gegaan en ik heb een pakket aangeschaft. Ik moet hem nog binnenkrijgen. Een groot deel van de Secret Stitch Along pakketten zijn al verzonden. Maar er komt waarschijnlijk morgen weer een hele nieuwe batch aan. En daar heb ik er ook eentje voor mezelf bij zitten. En dan gaan we weer beginnen. Nou, hoe werkt dat nou precies? Op 27 september starten we. Je kan nu dus een pakket aanschaffen. Ik zal hieronder ook heel even een linkje onder de video plaatsen. En je kan kiezen uit een 14 count AIDA of een 27 count Even Weave. Ik heb in dit geval voor de Even Weave gekozen. En dan krijg je vanaf 27 september iedere week een gedeelte van het patroon. En dat patroon kan je eigen voor aanmelden via de mail. Dat kan je doen op de website van Vervaco vanaf 30 augustus. Maar de patronen worden ook wekelijks geüpload in de Facebookgroep van de Secret Stitch Along. En die gegevens vind je ook bij het pakket. En dan krijg je zo iedere week een gedeelte van het patroon. En dan weet je niet van tevoren wat we gaan beduren. Het thema is in ieder geval kerst. En ik ben zelf heel erg benieuwd. Zeker omdat Vervaco maakt gewoon echt super leuke, super cute pakketten. Dus ja, ik ben zelf dus ook weer overstag gegaan. Ik weet heel even uit mijn hoofd niet uit hoeveel delen die bestaat deze keer. Het zal wel een stuk of 14 zijn, maar ik durf het heel even niet precies te zeggen. Maar die informatie vind je ook gewoon op de website. En die linkje plaats ik hier onder de video. Tiny Modernist is ook weer gekomen met twee nieuwe stitchalongs voor het najaar. Mystery stitchalong. In beide gevallen van een koekoekklok. En eentje in thema Halloween en in thema Kerstmis. En die patronen die komen vanaf september uit. En die bestaat uit vier delen. En dan krijg je iedere maand één deel. Ik heb nog niks wat ik hier kan laten zien, maar ik heb ze wel al op de website staan. Daar staat een voorproefje op, dus dat kan je al gaan bekijken. En die linkjes zal ik ook heel even hieronder gaan plaatsen.
Dan hebben we natuurlijk de adventskalender. De Ik Beduur adventskalender kan je eindelijk bestellen. Linkje plaats ik ook weer hieronder. En wees er snel bij, want 2/3 van de pakketten zijn al verkocht. Dus ja, er blijft niet heel veel meer over. Dus twijfel je nog? Ja, aarzel dan niet langer, want ja, voor je het weet zijn ze uitverkocht. En het is ook echt op is op. Ik kan maar zoveel pakketten maken dit jaar. En ja, meer gaat echt niet. Ik heb maar 2 handen en ik heb niet zo heel veel elfjes hier rondlopen die me kunnen helpen. Maar ja, bestel hem dus snel als je hem nog graag wilt hebben. Verder heb ik nog een handige tip. Want een vraag die me heel veel gesteld is van, oh, hoe doe je dat nou met verlichting? Of ik zie het niet meer goed tijdens het beduren. En ja, we gaan natuurlijk weer langzaam richting het najaar. Ik merk ook al dat het steeds weer wat vroeger donker is. En ik wil je even laten zien wat ik zelf gebruik. Ik heb hier de doos in ieder geval ook meegenomen. Dat is van Pure Light. Is een, ja, een verlichting met de looplamp daarbij. En ik heb hem hier voor je meegenomen. Kijk, even achter laten zien. Het is heel makkelijk. Je kan hem makkelijk meenemen. Er zit een stekkertje bij die je gewoon lekker kunt opsnoeren. Nou, deze kan je gewoon helemaal verstellen zoals jij wilt. Net wat jij handig vindt. Er zit dus een loopgedeelte in. Kijk. Het ziet heel raar uit nu, maar er zit dus een vergroting in. En wil ik gewoon even kijken of erbij staat hoeveel. Ja, 3 keer en 5 keer vergroting. Dus dat kleine rondje is die extra vergroting. En die grote is de wat kleinere vergroting. En verder heeft deze dan ook 4 standen. Kijk, zit de lichtknop op. Kijk, is de eerste stand. Dan wordt die steeds feller. Dus in 4 verschillende standen kan je hem dus zetten. Dus deze gebruik ik dus zelf. Ik vind hem zelf super handig. Hij is makkelijk mee te nemen. En je kan hem niet zonder kabel gebruiken. Maar er zit een vrij lange kabel in. Ik schat een metertje of 2. Maar dat is echt even pure schatting. Eens even kijken of het op de doos staat. Het is in ieder geval een daglichtlamp. 5000 Kelvin geeft hij af. Nee, er staat niet bij hoe lang het snoer is, maar die is dus wel redelijk lang. En hij gebruikt niet veel stroom, want het is gewoon een LED verlichting. Dus ja, ik ben er super blij mee. Ik gebruik hem dus gewoon dagelijks. Ook overdag gebruik ik hem en ik gebruik hem ook natuurlijk 's avonds. Dus ja, het is gewoon echt super handig. Ook voor als leeslampje natuurlijk. Of je andere hobby's. Als je bijvoorbeeld doet diamond painten of iets dergelijks. Ja, is het ook super handig voor. Dus die tip wil ik je nog heel even meegeven. En het linkje daarvan zal ik ook weer heel even hieronder plaatsen. Nou, je ziet, ik heb heel veel plannen de komende tijd. Heel veel dingen wat ik nog ga doen. En september, ja, heb ik dus ook al plannen genoeg. En het najaar hoef ik me ook zeker niet te vervelen. Dus ik hoop dat je weer hebt genoten van mijn FlossTube. Vind je het nou leuk wat ik doe? Klik daar ook heel even op abonneren en like de video. En verder kan je mij volgen op Instagram. Ikbeduur.nl. En natuurlijk op Facebook onder naam Ikbeduur. We hebben dus ook een hele leuke Facebookgroep Ikbeduur. En ja, wil je nou iets delen, gebruik dan ook deze hashtag wat hieronder staat. Ik beduur met Nancy. Nou, voor nu zou ik zeggen, fijne dag. Geniet ervan. Als de scholen weer zijn begonnen, heerlijk rustig. Dan kan je misschien weer lekker beginnen met beduren. En ik zie jullie graag weer op 5 september. Doei!